We zitten hier nu in het Maxima Park, langs het Lint. En nu is het heel lekker rustig. Maar dit weekend zal het hier barsten van de kunst en de cultuur. Waar ik nu sta, dat is het Lint. En dat kun je herkennen aan de bloemetjes die hier te zien zijn op de weg. Dit Lint gaat helemaal om het Maxima Park heen. En onze midzomernachttafel zal op het Lint neergezet worden. 120 meter lang tafel met alleen maar kunst en cultuur, muziek, eten en drinken. Ik heb speciaal voor dit weekend een hele mooie route ontwikkeld die je op de fiets kan doen. En die je echt langs alle evenementen voert die dit weekend hier te zien zijn. De route heet Over de Gele Brug ligt Leidse Rijn. En die is op de website van de Vrede van Utrecht te vinden. Je gaat onder andere naar Roodnoot, de boerderij. Je gaat naar de Metaalkathedraal. Je ziet een voorstelling van Stut in de Schalm, in het Oude Meren. Je gaat hier naar het Maxima Park, maar ook naar de cultuurcampus. Waar de Zingende Toren, UCK, de bibliotheek en het Harmonie Orkest Fleuten te zien zijn. Dus voor mensen die Leidse Rijn niet kennen, kom dit weekend echt vooral naar Leidse Rijn. Want ik weet zeker dat je hier dingen gaat zien en dat je Leidse Rijn leert kennen op een manier die je niet verwacht had. Tijdens de midzomernachttafel zal ik ook een klein stukje spelen uit mijn nieuwste voorstelling Zwanenzang. Het hele programma kun je vinden in dit boekje. Overal te vinden en natuurlijk ook op de website van de Vrede van Utrecht. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen en heel veel plezier gaan beleven dit weekend.